Allereerst wil ik aangeven dat ik het betreur dat 3 coalitiefracties het vertrouwen opgezegd hebben in de samenwerking met coalitiepartner Balans. Ik vind het jammer voor de bestuurbaarheid van Boxel dat het zover heeft moeten komen en er niet gepoogd is om als goede bestuurders en in het belang van de bestuurlijke continuïteit als 4 fracties een goed gesprek te hebben om uit de ontstaande situatie te komen. Ik loop niet weg voor bestuurlijke verantwoordelijkheid en was derhalve als lid van het college medeverantwoordelijk voor de vergunningverlening van destijds. Zodat we tot op heden als college steeds alle collegebesluiten unaniem genomen hebben. Ik vind de nu ontstaande situatie, dus zowel de verzonden brief van de fractie van Balans en daarna het opzeggen van het vertrouwen door de andere 3 coalitiepartijen in hun coalitiepartner, heel jammer voor onze burgers. Want die verliezen enerzijds hun vertrouwen in de Bokselse politiek op deze manier. Zeker in dit geval, omdat er inhoudelijk geen meningsverschil is bij de 4 fracties over het dossier schaliegas. En anderzijds leidt de nu ontstaande situatie onherroepelijk tot tragere besluitvorming, wat in deze periode funest kan zijn voor de toekomst van onze gemeente Boksel en de woon-, werk- en leefomgeving van onze burgers. Ik wens de 3 partijen succes bij hun zoektocht naar bestuurlijke continuïteit. En zij zullen beseffen dat er nu veel verantwoordelijkheid op hun schouders ligt in het belang van Boksel. Deze zoektocht lijkt me geen gemakkelijke opgave op dit moment, gezien het tijdstip, een effectief half jaar voor de verkiezingen van 2014 en de ingenomen fractiestandpunten in het recente verleden. Vooralsnog blijf ik daarom professioneel op mijn werk doen, waar ik voor de Raad voor benoemd ben om bestuurlijke continuïteit binnen het college te waarborgen en uitvoering te blijven geven aan het vastgestelde beleidsprogramma. Tot slot vind ik het heel jammer dat de gemeente Boksel, het voltallige college van burgemeesters en wethouders en met name mijn collega-wethouder Peter van der Wiel, de gemeenteraad imago-schade oploopt door de nu ontstaande situatie. Dit was nogal dit zijn heftige dagen. Hoe groot schat u de kans in op een verzoening? Kan ik niet inschatten op dit moment. Ik denk dat het ook afhankelijk zal zijn van wat gebeurt er de komende dagen allemaal. Want ik denk dat de afgelopen periode wordt vaak in een hectiek beleefd. Nou, de kunst is volgens mij om toch weer even tot rust te komen. En vervolgens te kijken, dan is hier nou Boksel echt mee gebaat of niet. Dan zeg ik dan puur als bestuurder van Boksel, want de fracties hebben een eigen zelfstandige afweging, zou dat volgens mij ook een mogelijkheid hebben geweest. Wat is er nodig volgens u om tot een verzoening te komen? Dat weet ik niet, want ik heb niet met de fracties gesproken. En ik vind eigenlijk dat wat er nodig is, weet ik niet, want ik ken de verhalen niet. Volgens mij wat er nodig is, is sowieso een bereidheid tot een gesprek. Dat lijkt het eerste wat nodig is. Wij hebben binnen het college ook wel ooit een meningsverschil, maar als je maar blijft praten en je benoemt steeds ook de overeenkomsten. En vaak worden gesprekken gevoerd op basis van verschillen. Maar als je de gesprekken voert op basis van overeenkomsten, kom je vaak ook tot een vergelijk. Hoe is dit allemaal als mens voor jou? Het zijn heftige tijden. Ik probeer gewoon toch professioneel mijn werk als wethouder te blijven doen. Ik ben uiteindelijk aangesteld door de gemeenteraad om het uit te voeren van het beleidsprogramma. Daar blijf ik gewoon vooralsnog doen. Ik heb er privé ook wel een mening over. Die vind ik dat ik hier als wethouder niet moet geven. Ik vind het in ieder geval heel belangrijk dat de 3 fracties beseffen dat er een behoorlijke verantwoordelijkheid op hun schouders liggen. Op een moment dat qua tijd heel moeilijk is, een half jaar voor de verkiezingen van 2014, maar ook gegeven de recent ingenomen fractiestandpunten bij een aantal dossiers. Ik wacht gewoon verdere zaken af.
die er gaan komen. En is afwachten de beste optie of is een want er waren wat eisen gesteld en door de partijen. Mm-hmm. Met name heb ik gelezen in de media dat zeg maar de excuses niet voldoende waren. Is afwachten de beste optie of zou er ook toch nog extra actie ondernomen kunnen worden? Op dit moment denk ik dat afwachten even... Maar het is wel lastig voor mij om te beantwoorden, want u vraagt iets van de fractie. En ik ben wethouder. Ja. Ik weet alleen, wat ik meegekregen heb, is dat de fractie afgelopen nacht volgens mij ook een reactie gestuurd heeft, waarin ze aangegeven hebben openlijk wat ze gedaan hebben en de bestuurbaarheid te waarborgen van Boksel. Dat is in ieder geval onvoldoende verklaard door de andere fracties. Dat is op dit moment de situatie. Oké, afgelopen nacht, je zei het al, ik denk dat er veel mensen heel actief zijn geweest vannacht in plaats van slapen en uitrusten. Hoe ziet u de kansen voor de nabije toekomst? Ja, het is lastig wat u bedoelt met kansen. Als je bedoelt kansen voor de gemeente Boksel, ik denk dat er voldoende uitdagingen bestuurlijk zijn voor de gemeente Boksel. Ik hoop, en ik spreek in ieder geval de hoop uit, dat de situatie waar we nu in zitten niet leidt tot trage besluitvorming. Maar daar zijn onze burgers in ieder geval niet bij gebaat. Wij komen zojuist van de persverklaring af van Wim van der Zanden. Hij blijft. Wat vind je daarvan? Ja, dat is een heel goed bericht. Daar ben ik heel blij mee. Want er is een hele hoop te doen in boksen natuurlijk. Een hele hoop zaken die spelen. Dus alles wat meehelpt dat het doorgaat met Bokstel, dat is alleen maar positief. Wat vind jij persoonlijk van de open brief die rondgestuurd is door zowat heel Politiek Nederland van Balans? Ik ben niet echt van de politiek, dus ik wil me daar inhoudelijk niet echt mee bemoeien. Ik vind wel belangrijk dat er een oplossing gezocht wordt in het gemeentehuis. Ik begrijp ook al dat er allerlei pogingen zijn ondernomen om dat te doen, om het allemaal, dat het allemaal doorgaat. Daar ben ik heel blij mee. Mocht het niet zo zijn, dan zijn er altijd nog mogelijkheden dat er bijvoorbeeld mensen van derden, van buitenaf, daar zich mee gaan boeien misschien. Als een soort, om te bekijken dat het weer doorgaat. Maar ik hoor nu net inderdaad dat Wim blijft. Dus ja, daar ben ik alleen maar blij mee. Want is dat niet zo, dan komen we toch weer een paar maanden achterop. Met alles wat er ligt, ben ik bang voor. En dan zitten we daar tegen de verkiezingen aan en dan zijn we alweer een jaar verder. Dus liever alles door laten gaan.